Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heldere betogen van de beide heren aan de andere kant. Ik ben eigenlijk best wel geschrokken van de complexiteit. En ik ben zelf ook nog een beetje boer geweest, dus ik weet wel een beetje van hoe complex het is. Maar als er al een adviesbureau nodig is om de adviesbureaus te adviseren, en als een adviesbureau vervolgens eigenlijk alleen maar toekomt aan iets vertellen over de regelgeving en niet over de visie, wat eigenlijk toch ook een heel belangrijk doel zou kunnen zijn, hè, een taak van een adviesbureau. En in ogenschouw genomen het feit dat we in Nederland nog 50.000 boeren hebben, en niet alleen biologische boeren, maar ook extensieve boeren, zuinige boeren, kostprijsboeren, multifunctionele boeren, kringloopboeren, innovatieve boeren, en zo kan ik nog even doorgaan. Denk ik van, ja, waarom, hoe kunnen we, zeg maar, de adviesbureaus weer een beetje, nou ja, verder helpen om ook met die boer over de visie te hebben en niet alleen over de regelgeving? Want ik denk dat als we aan de vooravond staan van een verdere transitie van de landbouw, dat boeren veel baat kunnen hebben om ook te sparren over de toekomstvisie. Daar zou ik graag de heer De Biebel even over horen. Meneer De Biebel. Ja, eigenlijk heb ik dat al min of meer verwoord daar straks. Door ons aan de voorkant te betrekken bij het maken van beleid, dat we met elkaar de vertaalslag maken naar de praktische uitvoerbaarheid. En als we daar nou slagen kunnen maken met elkaar, en dan verwijs ik maar even naar het OVO3-luik weer, wat er straks ook al genoemd is. Als we daar gewoon daardoor de uitvoerbaarheid makkelijker kunnen maken, dan hoeven wij dat met boeren niet te bespreken. En dan komen wij daadwerkelijk wel toe aan het voeren van die gesprekken met boeren over visie, strategie, die transitie, et cetera. Om daarin door te pakken met het verdienmodel voorop van de boer. Want dat we dan ook een goede vertaalslag samen met die boer kunnen maken. En dat er ook houdbare regelgeving is op lange termijn. Een boer wil perspectief hebben van het beleid, is dat voor de lange termijn, dan kan ik investeren. En dan kan ik die ook daadwerkelijk doen en kan ik hem ook terugverdienen. Meneer Pierik. Ja, dan ook gelijk mijn tweede vraag maar. Want u gaf aan van, de heer De Biebel gaf aan van, ik kom eigenlijk vooral toe aan het uitleggen van die regelgeving en dergelijke. En niet aan die bespiegelingen over de visie. En ik denk dat dat toch een hele belangrijke is. Dus nogmaals de vraag van, wat weerhoudt de huidige praktijk, zeg maar, om niet het gesprek aan te gaan, of nauwelijks het gesprek aan te gaan, over die toekomstvisie met die boer. Want ik bedoel, het is gewoon een kwestie van tijd, hè, en ook een kwestie van prioriteit. Dus als de boer openstaat, als je echt dat gesprek op gang wil brengen, dan moet dat toch lukken, zou ik denken. Meneer De Biebel, gaat dat lukken? Zeker moet dat lukken. En het is niet zo dat we die gesprekken niet voeren, hè? Mijn pleidooi is meer van, wij willen die gesprekken meer voeren. Wij willen met boeren praten over dingen die ertoe doen.